Je hebt 9 balletjes en vul ze in waar jij denkt dat je ze in moet vullen. Voor 9 goed. Voor 9 goed inderdaad. Ajax NAC, een eentje. Met pijn, maar. Met pijn, ja. Utrecht heeft laten zien dat er toch iets te halen valt als subtopper in de arena. Ja, klopt. Nou, 2 stomme penalties, hè. Dat laten ze niet nog een keer gebeuren. ADO Excelsior. Ja. Een drietje. Drietje. 2 ploegen waarvan vooraf gedacht werd, die moeten om degradatie strijden. Doen het goed? Zeker goed. Verrast je? Ja, tuurlijk. Ja, van tevoren zet je ze wat lager in, maar tot nu toe waar ze staan, doen ze het eigenlijk super. Utrecht, De Graafschap. Ik denk dat Utrecht thuis gewoon gaat winnen van De Graafschap. Meer kan ik er ook niet van maken. Dan VVV AZ. Ik ga voor een verrassing. Als je zo'n iets als dit wil winnen, dan ga je ook voor wat verrassingen. Dus ik denk dat dit een verrassing kan worden. Kan er natuurlijk helemaal naast zitten. Dan. En dat is het leuke van het hele spel natuurlijk. Dat klopt, ja. Feyenoord Twente. Nou, Twente heeft het toch vaak lastig in de Kuip. Heb ik gehoord deze week van een goede vriend van me die echt Feyenoord supporter is. En het is voor mij ook een zaterdagavondwedstrijd. Ja, zaterdagavond, en, kwart voor 9. Nou, dan gaan die 40.000 erachter en dan slepen ze Feyenoord er doorheen. En dan gaat Feyenoord winnen. Oké. Okay. Dan de derby van het noorden, Groningen-Heerenveen. Het kan van alles zijn. Heerenveen. Ja. Ja, Groningen heeft dit seizoen zo vaak al geluk gehad. En met wedstrijden waar ze totaal eigenlijk de punten niet hebben verdiend. En het houdt een keer op. En zondag dan gaat Groningen een keer een tikje krijgen. Roda Vitesse. Over wedstrijden waarvan alles kan gebeuren. Ja. Roda. Ik vond Roda sowieso de laatste jaren al een sterke ploeg hebben. Ik snap niet dat ze zo laag gaan geëindigd de afgelopen jaren. Ja, nu zie je dat als die jongens toch wat langer bij elkaar blijven, dat dan het nu zijn vruchten af gaat werpen. En, ik heb het met PSV nog nooit te makkelijk tegen die gasten gehad. En daarom vind ik het ook niet raar dat ze dit jaar het heel goed doen. Dan, ja, Willem 2 PSV. Ja, nee, kijk, het zou natuurlijk raar zijn als ik iets anders zou zetten. Dus, nou, geen uitleg. Oké, okay, dat is duidelijk. Heracles NEC. Dat is misschien ook weer een lastige. Voor jou niet, een eentje. Ja, nou, Heracles gaat wel weer een keertje winnen op het kunstgras. En dat gaat. Ik denk dat het zondag gaat. En hoeveel Danny Koevermans er uiteindelijk goed heeft, dat weten we zondagavond rond de klok van 6:15. Dit zijn in ieder geval zijn voorspellingen.